in één keer gewoon, hè? I called it a day om 2:30. Ik dacht, het is goed. Wat is dat nou? Waar ga ik hier ooit mijn skillers vinden? Ho, ho. First I was afraid, I was petrified. And we are fighting for the world, but we're not right. We are each other, with each other. Corona's fighting in. Dit ga jij toch? Nee, dan ga je toch niet meenemen, want dat is niet normaal. Superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Dat was mijn vader. Goedemorgen jongens, ik ben alweer 1/2 uurtje aan het werk. Het is 9:00 ochtends. En ja, ik zit even in zo'n, weet je wel, dat je er even geen zin in hebt. En even dat je allemaal weer beseft wat er van de hand is in de wereld. Vanochtend was er een liedje, of gisteravond was er een liedje online gekomen van allemaal BN'ers. En dat kwam even binnen hoor. Ik heb even lekker zitten janken, 's ochtends vroeg. Maar goed, we gaan er weer vol tegenaan. Ik ben druk bezig met scripts. Ik had vorige week 4 of 5 scripts gemaakt. Daar heb ik nu allemaal feedback op. Dus ik moet allemaal weer aanpassen. En ja, dus we gaan er gewoon weer voor. Het is wel zo dat we niet 32 uur hoeven vol te maken. Maar ja, dat doe je toch. Dat is heel stom. Maar dat doe je toch. Maar misschien ook vandaag om 4:30 stoppen in plaats van 4:30. Nog wat te zeggen. Gaan we nog wat beleven deze week. Ja, er komt woensdag de maatvloer van de musical online. Althans, dat is voor jullie afgelopen woensdag. Dus hij staat er al op. Ik ben gebroken van vandaag thuiswerken. Maar goed, ik ben ook een uurtje eerder gestopt. Ik trok het gewoon even niet meer. Ik zag het ook allemaal niet meer. Al die lettertjes gingen zo en zo en zo. Dus goed, ik ben gestopt. Maar Corina en ik die willen vanavond even sportief doen. En we willen gaan skileren. Ik heb vanochtend ook weer gesport thuis. En ik ga nu even op zoek naar mijn skillers. Mama die zegt, het ligt hier naast de schoenenrek. Maar ik geloof er niks van. Dus ik ga even kijken. En anders moet ik naar de schuur. Nou, hier zie ik eigenlijk alleen maar schoenen. Schoenen, 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 schoenen. Ik ga naar de schuur. Wacht even. Sleutel. Oh, ik zal die deur even dicht doen. Naar de schuur. Ja, ja. Waar ga ik hier ooit mijn skillers vinden? What a mess, what a mess, what a mess. Misschien moet ik even de fiets eruit halen. Ik zie daar iets. Daar. Oh, dat zat echt helemaal achteraan. Oké, wacht. Ik heb er hier één gevonden. Papa, die komt ook even kijken. Hier, er ligt nog één. Waar? Daar bovenop. Ja, maar dat is een andere. Ja, maar dat geeft niet. Er liggen er meer. Oh, hier! Hij zit in de tas, ja. Oeh, wil je die helemaal vasthouden? Nou, Babbels is nu zoekende skillers. Kijk. Ja. Maar ik weet nog dat ik één skiller, ja. Die was kapot. Kijk, die is kapot. Ja, oké. Okay. Zet hem even neer, dat ding dan. Ik heb toch ook nog skillers. Oh, maar wacht. Is dit niet de andere kant? Dit zijn toch twee dezelfde? Of ben ik nog skiller? Dat zijn twee dezelfde, ja. Ja. Oké, okay, ik ga dit wel even stofzuigen. Stofzuigen? Ja, misschien zitten er allemaal spinnen in. Heb jij nog beschermers? Nee, dat die hebben we niet meer. Die heb ik toen verkocht. Dus ik ga op mijn muil staan. Ja. Dus ik zou zeggen, hou dan de camera erbij, want dan kunnen we dat allemaal mooi vastleggen. Nou, ik heb ze aan, maar ik heb dus geen beschermers. Dus ik moet even naar de buren om te vragen of ze beschermen. Ja, maar gewoon ben je 40 hier overheen, denk. Maar ja, intens. Oh god, daar ga ik wel zien dat het helemaal mee is. Ik ga even naar de buren. De ene buur had het niet, de andere ook niet. Dus ik ga gewoon nog een poging wagen bij andere buren. Kan mij het schelen, je moet elkaar toch helpen in deze tijd. En ik wil gewoon niet, ja, ik ga sowieso vallen vanavond, maar ik wil gewoon wel beschermd zijn. Ja, 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 de buren hadden het. Het zijn weliswaar kinderdingen, maar hé. Hey, ik ben ook klein, pas precies op mijn knie. Alleen de handbeschermers zijn een beetje lastig, maar goed. We gaan dus vanavond skiller even kijken of Corina ze kan vinden. Ik doe ze voor nu even uit. En dan gaan we vanavond lekker op ons muil. Als het goed is, is Corina ook haar skillers aan het zoeken. Ja hoor, daar is ze. Hi. Denk je dat je ze kan vinden? Even kijken hoor. Maar je zei op app dat je een vooruitziende blik had. Maar... ja, dat ik er zo tegenaan zou lopen. Dus ik zo... ja! Niet. Zeker. Zijn nog niet eens... je hebt echt mooie ogen. Ik heb op Facebook, op de snuffelhoek van Lelystad, zo heet dat dan, heb ik een berichtje geplaatst of iemand beschermers heeft. Dus misschien gaat iemand dan reageren. Oh, er komt een hond op jou. Er komt een hond op me af. Hallo hond! Hallo hond! Hallo! Hallo. Hallo.
Oké, wat wil ik zeggen? Skinners, check. Beschermers, niet check. Rustig. Mens? Oh, die speest er wel. Wacht, een skinners. Hij snapt het niet, kijk. Hij snapt het niet. Wat is dat nou? Ja, ga maar kijken. Wat een mafklapper. We gaan hoor. Oh, ik kan toch niet die deur uit hier. Ja, waarom ben je nu al aan het filmen? En ik heb kinderhandschoenen aan of kinderbeschermers. Ja, kinderbeschermers heb ik. Kniebeschermertjes. Je moet stil staan filmen, want we kennen jou. Ja, ik ga vallen. We gaan naar het fietspad. En dan weer terug. Oh, wat erg. Goedemorgen jongens, het is vandaag donderdag en gisteren heb ik gewerkt. Verder gebeurde er helemaal niks, behalve dat ik gisteravond even mijn nagels heb gelaten. Ik lijk wel Cruella. Ik lijk wel gewoon een heks met mijn... Stel even scherp. Nee, dat gaat natuurlijk niet. Maar het is een beetje glittergroenachtig. Het is wel mooi hoor, maar ik heb nooit zo'n donkere kleur. Ik heb altijd van die happy colors, dus ik voel me echt een beetje een heks. Oké, nou ja, dat terzijde. Vanochtend stond ik een beetje chagrijnig op. Voor het eerst in deze 3 weken thuiswerken. Dus op zich valt dat nog wel mee. Toch, mam? Ze heeft de mond vol, ze is aan het ontbijten. Maar ik ben alweer een beetje rustig. Een beetje kalm. Nou ja, ik ga weer aan het werk. Ik ga weer lekker script schrijven. En ik hoop dat vandaag iemand reageert op mijn mail. En ik... ja, nou ja, dat eigenlijk. Morgenavond ga ik naar stand toe. En zaterdag, ja dat is wel lachen. Zaterdag gaan we een Thomas ophalen. En dan gaan we proberen die aan de praat te krijgen. Wat is een Thomas? Wat? Wat is een Thomas? Even uitleggen. Oh, ik moet mijn moeder uitleggen wat Thomas is. Nou, het plaatje komt even in beeld. Dat is een Thomas, een soort scooterachtig dingetje. Een brommer. Een brommet. Maar die gaan we proberen aan de praat te krijgen, want die staat bij diegene al 10 jaar lang in de schuur. Dat is wel lachen. Stan heeft onderdelen besteld en we gaan gewoon even kijken of we die aan de praat krijgen. Dus dat is wel geinig, hè? Ja, dat eigenlijk. Dus ik ga er gewoon weer voor en lekker mijn theetje met gember. Volgende week ga ik even bananenbrood maken. Dat heb ik even bedacht zo. Ik zag het voorbij komen op Instagram en toen zei ik stuur me even het recept. Bananenbrood maken. Ja. Dus we komen zo de dagen wel weer door, zeg ik maar. Wat doen jullie tijdens deze quarantaine? Laat het even weten hier beneden. Zo jongens, ik heb een lekker weekend. Ik heb het, I called it a day om 2:30. Ik dacht, het is goed. Dus, zo, dat heb ik gedaan. We hebben even was gedaan. Mama en ik hebben samen opgehangen. We zijn naar de kaasboer ook geweest. Er rijdt hier dus sinds kort per week, mam. Ja, elke donderdag. Elke donderdag rijdt hier dan een kaasboer door de straat. Nou, de mensen die mij kennen, I love cheese. Dus, ik heb kaas gekocht. En we hebben flevosap gekocht. En een kruidenkaas. Dat is vet lekker. Nu heb ik Rotterdammertjes. Oh ja, en Rotterdammertjes. Dat zijn een soort worstjes toch? Ja. Worstjes. Verder zijn we bij de musicalgroep heel erg druk bezig met een liedje wat binnenkort online komt. Dus hou dat vooral in de gaten. Echt superleuk. Ik zal het wel eventjes laten weten als die online is en waar je dat kan vinden. Ik ga nu eventjes relaxen. Mama en ik gaan misschien zometeen nog even een rondje lopen. Het is op zich best wel lekker weer buiten. Dus dat is ook even goed in beweging. Ja, nou ja. Relax, morgen even lekker editen en morgenavond weer naar stand toe. Goedemorgen. Hallo. Hallo, ik ga jou navigeren. Goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst een stuk beter.
Oké. Het is zaterdag en ik wilde net mijn vlog aan San laten zien voor wat ik al tot zover had geëdit. En het was weg. Het was gewoon weg. Gewoon pleiten. Gewoon pleiten. Nou ja, nu moet ik helemaal opnieuw. Oh, wat is dat naar links? Maar goed, we zitten in de bus en we gaan naar Oudijk. Want we gaan daar, wat ik van de week vertelde, een Thomas ophalen. En die gaan we dan even fixen. We gaan dat doen op Stanse werk. Er is volgens mij niemand aan het werk. Of nou ja? Jawel, Edwin is er. Maar dat is er maar. En Rick is er. Oh, moet wel afstand houden. En we houden ook wat afstand, maar het is een groot werkplaats. Ja, precies. Je hebt een groot werkplaats, dus we houden genoeg afstand. Dus dat is mooi. Rechts! Ja, schat. En dan gaan we even kijken of we de Thomas aan de praat kunnen krijgen. We hebben hier een doos met allemaal spullen en onderdelen erin. Stan die gaat mij van alles leren vandaag. Dus ja, we gaan dit allemaal meemaken. Ik ben benieuwd. Hallo. Hallo. Nou, daar is hij hoor. Ja, ik vind het ook wel een mooi kleurtje. We gaan hem niet spuiten of zo. Ja, geel dan. Dit is weer een recept voor totale escalatie. Hoezo een recept voor totale escalatie? Nou, waarschijnlijk gaat hij helemaal aan elkaar. Nee. Nee, mag ik een kleur kiezen? Als zolang het maar niet een kleur is waarbij ik voor wil staan, dan goed. Nou, ik wil graag geel. Maar goed, we gaan dit dus even fixen. We hebben net alle documenten zo geregeld met die jongen. En we gaan hem in elkaar zetten. Of nou, hij staat in elkaar, maar we gaan hem aan de praat krijgen vandaag. Nou, ik ga hem even tillen. Als jij er even in gaat staan. Oh, ja. Zo. Ja. Spanband weghalen. Zie, ik leer nu al nieuwe woorden, schat. Ja hoor, nee, het lukt wel. Hier in het hoekie. Is de update? Nou, olie is eruit. Bougie is eruit. Dit is de olie. We hebben zo een nieuwe voor. Basisslangetje hebben we van hier gehad. Ja, deze. Dit heb ik gedaan, jongens. Dit heb ik gedaan. Dat is de nieuwe baan. Ja. En wie had daar gelijk over hoe het ook weer uit elkaar moest? Ja. Of in elkaar? Oké, okay, ja. Dankjewel. En wat gaan we nu doen? Disclaimer, dat is de eerste keer dat ik het doe. Dus ik ga nu de ketting spannen, want zoals je ziet. Ja. Een beetje, die moet gespannen worden. Dat doe ik door deze los te halen. En door deze los te halen, aan allebei de kanten. Moet ik iets voor je doen? Zo naar achter trekken natuurlijk. Dus ja, ik wil even een dopje 19. Een dopje 19. 17. 17, wat vind ik dat? Derde laag. Dopje 17. Ja, ja hoor, daar komt hij. Dopje 17. Oké. Wat is de volgende stap? Nou, de eerstvolgende stap die ik even wil doen is oliedop aan de onderkant weer vastmaken. Oh ja, want daar zit nu een major gat. Hier, daar. En we moeten koekje eten, die hebben we van jouw baas gekregen. Ja. En mag jij eten, schat? Mag ik eten? Oh. Kijk, en dan gaan we, als die zo meteen goed loopt, gaan we hier een bromuitlaat onderzetten. Een wat? Een bromuitlaat, dit is een snoruitlaat. Kijk hoe dun die hier is. Een bromuitlaat is net zo dik daar als dat die hier is. Ah. Dus dat is minder restrictie. Juist. Brug naar beneden. En een rondje rijden. Stan gaat een rondje rijden. Nou, hij doet het hoor. Stan is helemaal zo blij als een kind, dat is schat. Ja, echt hoor. Hij is hem nu even aan het verzekeren. En ik ga nog even een rondje rijden. Dan gaan we weer op Usan.
Ja? Ja. Kijk eens even, top ding, joh. Ja, ik vind het fantastisch. Ja? Ik ben blij voor je en ik ben trots op ons. Ik ben ook trots op jou. Bedankt voor je hulp, schat. Nee, ik heb wel veel gedaan. Je hebt echt goed je best gedaan. Ik heb slangetje gedaan en ik heb nog meer gedaan. Je hebt schroefjes aangeraakt? Ook dat. We zijn moe. We zijn lui. We zijn lui. We hebben hard gewerkt vandaag. Jij zijn dan ik. Mlui zijn wij. Lui? Ja, we zijn een combinatie van moe en lui. Mlui. Mlui. En daarom zeggen wij, ah dat is jammer, tot ziens. Dat is fanta, maar dat maakt niet uit. Het is tot ziens. mijn vlog ik edit en hij is nu wel goed opgeslagen, hoop ik. Ik ga hem zo opslaan en uploaden alvast. Het is pas zaterdag, maar we gaan morgen, wat gaan we morgen doen? Niet zoveel. Op raambezoek bij je opa en oma misschien? Ja, op raambezoek. Raamvisite. Maar niet aanraken of knuffelen hoor. Nee, dat... Nee. Worden ze ziek, die oudjes. Verder misschien even nog een filmpje kijken. Vanavond gaan we spelletjes spelen. Ik heb namelijk... keer meegenomen. Dat wordt heel erg leuk. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, doe dan even een... duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Daar? Daar? Daar, denk ik. En dan zien we elkaar weer volgende week. Volgende week wordt heel leuk, want we gaan volgend weekend gaan we klussen. Bij mij thuis. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot ziens.